Ja, geen voetbalclub meer in Abbekerk. En dat is eigenlijk wat je absoluut niet wil. Onze voorvaderen zullen dat niet bedacht hebben bij de oprichting van 1947. De vrijwilligers bieden zich niet aan en dat heeft een aantal oorzaken. Ja, dat zijn eigenlijk de jongeren hier uit het dorp die naar de grote steden trekken. Omdat het daar ook gezelliger is en omdat ze daar hun opleiding volgen. We missen eigenlijk onze doelgroep, de 30'ers tot 45'ers. Die een heel druk bestaan hebben en die echt bezig zijn met hun carrière. En we missen de vroege futters die er op dit moment niet meer zijn. De mensen van 54 die kunnen niet meer stoppen. Die moeten tot hun 65's. De zorgen zijn bij ouders en spelers bekend. Maar een oplossing hebben ook zij nog niet. Ik heb een beroep waarbij ik niet kan zeggen ik kom, want ik zit in de kraam. Dus dat is voor mij geen optie. Dus we afwachten, denk ik. Waarschijnlijk als ik naar de AGE ga, ik ook naar de hogeschool. Dus ja, dan stop ik waarschijnlijk met voetbal. Dus voor mij is het niet heel groot zorg. Ik zou zeggen, ik zal de laatste wezen die de stut eronder vandaan trekt. Dus, maar goed, dat betekent niet dat ik opsta. Hè. Ik wil genoeg doen, ik doe nog genoeg. Maar dat moeten er ook wel meer mensen wezen. De voorzitter hoopt deze mensen toch nog te vinden en wil dat de leden de ernst van de situatie goed begrijpen. Dit is natuurlijk een dorp die een voetbalclub nodig heeft. En als het weg is, ja, dan komt het natuurlijk niet meer terug.